Zo, daar zijn we weer. Een volgende les en dit is wel een echt escape room lesje. Het gaat over codesloten. Het is waarschijnlijk een van de moeilijkste dingen tot nu toe. Maar als je dit onder de knie krijgt, dan kun je de prachtigst mooie dingen maken. Dus kijk maar eens even mee. Drie hendels. Het idee is als volgt. Als deze hendels alle drie in de juiste stand staan, dan gaat het lampje branden. Nou, ze staan nu in de juiste stand. De code is 011. 0 is hendel naar beneden. 1 is hendel omhoog. En zo staat hij goed. Als maar één van de hendels fout is, dan gaat het lampje daar niet aan. Kijk maar eens. Hup, die staat verkeerd, dan gaat hij al uit. Die verkeerd, dan staat hij ook uit. Of die verkeerd, staat hij ook uit. Meerdere verkeerd, blijft hij uitstaan. Hij moet echt de juiste code hebben om te werken. En hoe werkt dat nou? Nou, het werkt als volgt. Een handige manier om het te doen, en er zijn meerdere manieren, is om ervoor te zorgen dat achterop het blok met de hendel die naar boven staat, moet staan, voor de goede code, dat je daar even een fakkel op zet. Dan krijg je dus het omgekeerde effect. Dat betekent dat zodra die hendel goed staat, dan wordt er een redstone gegeven. In dit geval staat de hendel pas goed als hij naar beneden is gericht. En bij deze staat hij pas goed als hij omhoog is gericht. En in al die gevallen komt er hier stroom uit. Dan combineer je bepaalde lijntjes. Je gaat alle goede hendels die omhoog staan, die ga je combineren. Die heb ik daarvoor de kleur groen gegeven. Dat kan heel handig zijn om even een kleurtje onder het redstone signaal te leren, zodat je goed kunt zien waar je bezig bent, waar je aan het doen bent. Dus groen betekent omhoog, geel betekent omlaag. Dit is allemaal puur en alleen voor mezelf. Die kleuren maken geen fluit uit, het is alleen zodat ik duidelijk kan zien wat ik met alles wil doen. En dan ga ik in dit geval de groene lijnen gaan controleren. En die breng ik bij elkaar. En nu, dit is de belangrijkste regel van alles. Je brengt ze hier bij elkaar. Dit is de regel. Als deze hendels goed staan, dan is deze verbindingsrij uit. Als deze hendels goed staan, is de verbindingsrij uit. Dat ga je deze les nog een paar keer horen. Als alle hendels goed staan, dan pas is deze verbindingsrij uit. In alle andere gevallen niet. Staat één van deze twee hendels verkeerd, dan zal hier een fakkel gaan branden. Dus je zit hier ook echt met het omkeren van het signaal. Weet je nog, zet dit blok onder stroom, dan gaat de fakkel uit. Erg belangrijk. Deze rij, de verbindingsrij, is uit als alles goed staat. Tot die tijd staat er altijd stroom op. Als er maar één van die dingen fout staat, dan staat hier stroom op. Dat betekent dus ook dat deze pas gaat branden als alle groene hendels daar goed staan. Tot die tijd staat hier stroom op als er ook maar eentje fout is. En die stroom zet deze dus uit. En nu weet ik dat deze goed staat. Prima. Dus alle groene hendels, bam. Die zitten hier nu op. En deze gaat pas aan. Er komt hier pas stroom binnen als ze allebei goed staan. En dan gaat deze uit. Hé, dat lijkt wel hetzelfde. Bij de gele doe ik precies hetzelfde. Het is in dit geval maar eentje. Als alle gele hendels, in dit geval 1, goed staan, dan komt hier ook geen stroom op. En we hebben hier weer die verbindingslijn. En hier werkt het weer precies hetzelfde. Als alle hendels die hierachter zitten goed staan, dan pas is hier geen stroom op. En pas als hier geen stroom op zit, kan deze gaan branden. En dan pas gaat het lampje aan. Dat is het. Ik kan me voorstellen dat dit vrij lastig is in één keer. En toch is dit de hele basis. En je kunt hem ook uitbreiden zoals ik hier heb gedaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hendels met de volgende code. 011-0110. En ik heb weer met kleurtjes aangegeven wat is. We hebben gele en we hebben rode blokken. En in dit geval heb ik overal een hendel achter geplaatst. Het idee blijft gelijk. De gele die komen uiteindelijk allemaal bij elkaar. De rode komen uiteindelijk allemaal bij elkaar. De gele die gaan er ook overheen en die ga ik eerst bekijken. We hebben hier drie gele signalen. Die ook weer bij elkaar komen in één verbindingsrij. Zie je? En hier geldt weer hetzelfde.
Als alle drie de gele hendels goed staan, dan pas komt hier geen stroom op. Zodra er maar één van die hendels fout staat, zit hier stroom op. En deze gaat dus pas branden als er geen stroom op staat. Als al die hendels goed zijn. Nou, in dit geval hebben we het signaal omgekeerd door overal een hendeltje, overal een toorts op te plaatsen, die dus dan gaat branden. De regel is hetzelfde. De verbindingsrijder gaat het steeds weer om. Die moet uit zijn als de code goed is. Het is dus ook verstandig om als je begint, als je dit gaat maken, dat je eerst alles al goed gaat zetten. Dat je de code er juist op zet, dat je hem ook even opschrijft voor jezelf. En dat je alle hendels zet van, en nu moet die gaan branden. Dan kun je het uitproberen. Verbind alle gele hendels of wat voor kleur je dan ook maar gebruikt. En de verbindingsrij moet uitstaan als de code daar goed is. Dat is de regel. En dan pas gaat deze aan en die geeft een signaal door deze kant op. En we gaan even kijken, want alle rode signalen, alle rode hendels zijn ook verbonden met precies dezelfde regels. Eén verbindingslijn, in dit geval zitten er vier signalen op. Deze verbindingslijn is uit op het moment dat alle hendels goed staan. En ik heb hier dus een extra rijtje tussen gezet, omdat het signaal moest worden omgedraaid, anders stonden ze allemaal aan. Nee, deze rij moet uitstaan als alle hendels goed staan. Staat maar één van die hendels fout, dan brandt dit. Pas als ze allemaal goed zijn, dan gaat deze branden. En die geeft een signaal door. Dat heb ik met groen aangegeven. Die andere kant heb ik dat ook met groen aangegeven. Die komen hier bij elkaar. En in dit geval heb ik er één enkel blok tussen gezet. Maar het werkt precies hetzelfde als vier op een rij of drie op een rij. Dit is het verbindingsding. Pas als alle rode goed zijn, gaat die uit. En als alle gele goed zijn, dan pas gaat die uit. En pas als ze allebei uitstaan, is hier geen stroom op. En als hier geen stroom op staat, dan pas gaat deze branden en gaat het lampje aan. Dit is de truc die je steeds weer moet doen. Nou, ik heb er hier een heel ingewikkeld ding van gemaakt. Een hendelpuzzel. En ik heb de antwoorden gewoon bijgezet. Linksboven moet omlaag staan, rechtsboven moet omhoog staan. Want je wilt die geheime deur openen. En als je deze alle vier goed hebt, dan gebeurt er wat. En hier heb ik eigenlijk weer precies dezelfde truc toegepast. De signalen komen hier binnen. Hendels omhoog krijgen een bepaalde kleur blauw. Hendels omlaag krijgen een kleur groen. Je ziet hier drie blauwe. Het is even kunstzinnig maken om ze bij elkaar te krijgen. Maar hier zie je de lijn bij elkaar komen. Hoppa. En ik heb ook deze groene erbij aangezet om een andere manier te laten zien. Want hier geldt weer, pas als alle signalen goed staan, gaat deze rij uit. En pas als deze rij uit is, gaat deze rode lijn aan. Je ziet dat die rij ook weer wordt verbonden met alles wat hier gebeurt. Want hier doen we weer precies hetzelfde. Groen-blauw. Ik heb ze nu gecombineerd tot één ding, maar de regel is hetzelfde. Pas als alle hendels die hierachter staan, als die op goed staan, dan pas gaat dit signaal uit en dan pas gaat hier een signaal doorheen. En die rode die gaat hieronder door. En hier komen beide kanten komen weer bij elkaar, de linkerhelft en de rechterhelft. En pas als die beide goed staan, gaan beide toortsen uit en dan pas gaat deze branden. En als deze gaat branden, kunnen we dit signaal volgen. Dan pas worden die deuren ingetrokken. Goed, ik weet dat dit lastig is. Dit is ingewikkeld, dit is de moeilijkste les tot nu toe. Maar als je dit voor elkaar krijgt, dan kun je een prachtige mooie escape room bouwen. Probeer het zelf maar eens. Maak zelf met minimaal 7 hendels ook zo'n puzzel. Maar je mag niet dezelfde code gebruiken die ik ook had. Je moet een nieuwe code verzinnen, zodat je niet exact kunt namaken wat ik al had gemaakt. Want iets namaken is niet hetzelfde als iets snappen. Kijk vaak heen en weer en onthoud die ene regel. Als alles goed staat, staat de rij uit. Zodat dan pas een toorts gaat branden. Dat is de truc. Ik hoop dat je de logica kunt begrijpen. Ga desnoods nog heel vaak terugkijken. Het heel vaak opnieuw proberen. Maar maak het nu zelfs. Je eigen hendelcodepuzzel. Sterker.